Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft vandaag het startsein gegeven voor de Agro Industrial Park Suriname, AIP. Dit gebeurde in de proeftuin te Dirkshoop in het district Saramacca. Voor dit project heeft de regering op 31 oktober eerder dit jaar een overeenkomst gesloten met de LR Groep uit Israël. LVV-minister Rabin Parmisser meent dat met dit project verandering zal worden gebracht in de landbouwsector. De bewindsman zegt dat de focus niet gericht zal zijn op de producten die reeds in Suriname worden verbouwd, maar op de producten die worden geïmporteerd. Dit model moet volgens Parmisser ook resulteren in de verhoging van de productie. Wat landbouw betreft, ik heb aangehaald, we gaan naar nieuwe producten. Niet dezelfde boulanger weer doorgaan op dezelfde manier. Niet dezelfde komkommer op die andere manier. We kijken dingen die we importeren en het hier goed zouden doen. Ik heb als voorbeeld genomen uien, bloemkool, broccoli die we importeren. Die doen het, kunnen het heel goed doen met de techniek en LR Groep binnenbrengt. Niet alleen voor ons, maar ook voor export. We hebben Barbados hier gehad. En Barbados importeert voor vele honderden miljoenen ook aan voedsel. En Barbados zegt, waarom doen we niet met Suriname? Om een voorbeeld te noemen. Dus los van onszelf hier. Kijk wat in Guyana nu gebeurt met die olie. Minimaal 20.000 hoog gekwalificeerde mensen gaan uit het buitenland kopen. En dat is extra voedsel op een bepaalde manier, et cetera. Dus die markt is er. Ja, toch? Daar speelt dit project op in. Verder haalde minister Parmisser aan dat met dit project Suriname op een andere level moet komen als het aankomt op landbouwproductie. Op de oude manier doorgaan is wel goed, maar dan gaan we niet kunnen concurreren. Ja, toch? Dus we willen ook die concurrentieslag, ook die kwaliteitsverbetering van de producten. Ja, dus dat alleen is al heel belangrijk. Dan die productieverhoging. Maar ook wat heel belangrijk is, dat we met de nieuwe technieken, en daar gaan we ook voor uitkomen wat dat betreft, dit soort projecten moeten meer aansluiten dat ook jongeren geënthousiasmeerd worden om in de landbouw te komen. Dat is een ander aspect. Minister Rabin Parmisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij sprak vandaag bij het startsein van de Agro Industrial Park Suriname in de proeftuin te Dirkshoop in het district Saramacca.